Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I'd like to see him try. I'm a madman for your touch, girl, I've lost control. I'm gonna make this last forever, don't tell me it's impossible. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Darling, my soul, you know it aches for yours. And you've been filling this hole since you were born. You're the reason I believe in fate. You're my paradise. And I'll do anything to be a love or be a sacrifice. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Love her for the rest of my life.
seems like yesterday when she first said hello. Funny how time flies by when you're alone. It took us a lifetime to find each other. It was worth the wait, 'cause I finally found the one. Dreams, did I think that this could happen to me? As I stand here before my woman, dat je aan het roken bent in de auto, denk ik. What I know now, if I knew back then. Dat ben je niet. All these lessons that I learned, every bridge I had to burn, though it hurt, it turned me into a better man, a better man. So I keep my eyes on the road ahead, though the path it tends to twist and bend. Because you're with me on this journey. And if my world goes up in flames, if we fall, get back up and start again. 'Cause we're together on this journey.
And so I keep my eyes on the road ahead. Though the path sometimes I fear to tread. Yeah. Thank you.
Ik heet iedereen welkom op deze zonnige dag en op deze bijzondere locatie. Mijn naam is Jeanette Langezaal en ik ben door het bruidspaar gevraagd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zoetermeer. Een warm welkom voor het bruidspaar Jan en René. Hun ouders, Hans en Ellen en Roland en Jolanda. Welcome to the Friends from Romania en verdere familie en vrienden. Velen van u weten hoe lang er naar deze dag is toegeleefd en wat er allemaal voor kwam kijken. Maar veel belangrijker voor jullie, Jan en René, was de beslissing om jullie liefde te bezegelen met een huwelijk waar wij allen getuigen van mogen zijn. Laat ik proberen bij het begin te beginnen. René is geboren in Rozenburg als oudste dochter in het gezin Hagen. In haar jeugd speelde familie een grote rol. Opa's, oma's, ooms en tantes, veel samen vieren en het is nog steeds belangrijk voor haar. Haar schooltijd was niet altijd een pretje, maar René is een doorzetter en heeft school en studies succesvol afgesloten. Nog steeds breidt ze haar kennis uit door het volgen van een opleiding. En ook dat gaat je lukken. Dieren nemen een belangrijke plaats in het leven van René. Bij hen vindt ze rust, troost en onvoorwaardelijke liefde. Ook daarom nemen Love en Ace zo'n belangrijke plaats in tijdens deze plechtigheid. Als rode draad loopt door Terschelling door haar geschiedenis. Veel vakanties werden daar doorgebracht, waarin cranberries plukken in de herfstvakantie vaste prik was en nog steeds is. Het is dan ook niet vreemd dat Jan haar daar op zijn eigen manier verraste en een huwelijksaanzoek deed. En oeps, ze zei ja. Door haar school en het paardrijden werden Shanna en René vriendinnen en nu dus schoonzusjes. Daar bij Shanna en Jasper sprong de vonk over en is de romance tussen Jan en René begonnen. Door deze weetjes en door onze gesprekken heb ik jou, René, beter leren kennen. Jan is de oudste in het gezin Odink. Hij had wel heel veel haast om deze wereld te verkennen en werd 6,5 week te vroeg geboren. Hij werd geboren op de verjaardag van opa Windouw, de vader van zijn moeder. Opa en oma Windouw waren mijn eerste gezin als gediplomeerd kraamverzorgster. Door de vriendschap met hen sta ik hier als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat zelfs hun kleinkinderen de waarde van onze vriendschap erkennen, doet mij veel. Het is daarom dat ik volmondig ja heb gezegd op jullie verzoek hier vandaag deze bijzondere taak op me te nemen. Het waren niet alleen de kinderen van de grootouders waar ik dichtbij mocht zijn. Ook Jan, Jasper en Melissa heb ik menig schone luier mogen geven. Jan kwam pas weken later thuis op de Franse Laan in Rotterdam. Het was heel fijn je ouders te mogen inleiden in het ouderschap. Je was een klein teermannetje, maar ook toen al een doorzetter. Het oogappeltje van opa Windouw groeide uit tot een jonge man die weet wat hij wil en niets onbesproken zal laten om zijn doel te bereiken. Alles wat wielen heeft, is door Jan uitgeprobeerd, met of zonder kleerscheuren. Fietsen, scooters, ja zelfs een quad en binnenkort rijdt hij in zijn 12e auto. Wat hij nog niet wist, is dat hij ook kan vliegen. Dat is wel bewezen op zijn bachelor's day. Dat jullie relatie toekomst heeft, ligt wel in het feit dat zelfs na een vakantie alles nog koek en ei was. Beiden hebben jullie ervaring in het hebben van een relatie. En dat wij hier nu staan, is het bewijs van jullie liefde voor elkaar. En dat jullie het vertrouwen in elkaar hebben dat je er bent voor de ander, wanneer die je het hardst nodig heeft. Binnen een huwelijk zijn er ups en downs. Maar altijd kunnen terugvallen op elkaar geeft zekerheid en vastigheid in het leven. In een relatie moet je blijven investeren. Wat ik jullie toewens is die onvoorwaardelijke liefde.
Het blind vertrouwen in elkaar en vergeet geen humor. Vergeet vooral niet te genieten van elkaar, het leven en het samen zijn. Je trouwt niet om geluk te vinden, maar om geluk te delen. Gerrit-Jan Odink, verklaar jij aan te nemen tot je echtgenote René Femke Hagen en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat zijn verbonden. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. René Femke Hagen, verklaar je aan te nemen tot je echtgenoot Gerrit-Jan Odink en beloof je trouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zoetermeer dat Gerrit-Jan Odink en René Femke Hagen door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. You may kiss the bride. Dat krijg je er niet, toch? Lippenstift. Nou, staat wel leuk. Dan ben je een clown. Dan kunnen nu Love en Ace hun aanwezigheid hier waarmaken door het aanbieden van de ringen. Gaan we tussendoor, joh. Het is veel te lang. Gaan we tussendoor. Kom op je asjes. Zet me in de voorhoofd. Graag wil ik even de namen van de getuigen noemen om er zeker van te zijn dat ze aanwezig zijn. Want dankzij hen is het mogelijk dit heugelijke feit vandaag te vieren. Voor de bruidegom: Jasper Odink, broer van de bruidegom, en Jamie Eversen, vriend van de bruidegom. Voor de bruid: Jolanda Hagen Muldijk, de moeder van de bruid, en Ellen Smit Muldijk, de tante van de bruid. We zijn aan het eind van deze plechtigheid gekomen. U heeft nu de gelegenheid het bruidspaar te feliciteren. Tevens wens ik jullie allemaal een hele mooie, zonnige feestdag. Dank u wel.
day I wake next to an angel, more beautiful than words could say. They say it wouldn't work, but what did they know? 'Cause years passed, I'm still here. Dreams, did I think that this could happen to me? Heel aantal mensen is vanmiddag die hier regelmatig is, die ik hier ook regelmatig zie. Maar ook een heel aantal mensen die ik hier nog nooit heb gezien. Speciaal welkom voor al die mensen die misschien wel denken van ja, nou zit ik in een kerk. En ik hoop dat je het naar je zin hebt. De kerk is in ieder geval een plek waar iedereen welkom is. Waar je, om het maar even lekker te zeggen, waar je gewoon mag zijn wie je bent. En waarvan we ook hopen, en dat hoop ik persoonlijk ook, dat we allemaal iets mogen ervaren van God, van Gods aanwezigheid, van zijn liefde. En we zitten hier natuurlijk vanmiddag ook, omdat René en Jan zijn getrouwd en zij willen ook samen met ons een zegen vragen over hun huwelijk. Nou, ik denk zelf dat een zegen van God in een huwelijk ontzettend belangrijk is. He, ik weet zelf ook uit ervaring hoe moeilijk het kan zijn in een huwelijk en hoe afhankelijk je daarin bent van God, van zijn wijsheid, van zijn genade, van zijn vergeving. En dat wens ik jullie ook toe, want ik weet zeker dat die genade van God onuitputtelijk is en dat je leven daar zo mooi van wordt als je op hem bent aangesloten. Nou, dat, ik weet dat jullie dat willen, ik weet dat jullie dat zijn en ik wens jullie toe, op voorhand al, dat je dat ook in je huwelijk samen zult zijn. René en Jan, we gaan, ik heb ook nog iets opgeschreven wat ik moet voorlezen, wat een beetje ingewikkeld is. Dat is, ut fuslek mindan romaniai vendegat. Nou, het gaan we niet om dan een complimentje te incasseren, maar het gaan we erom dat jullie ook hartelijk welkom zijn. Maar dat moet ik dan zo zeggen. Lord, I believe, help my unbelief. The questions come. Er zijn tegenwoordig veel mensen die, die niet trouwen en daar dan ook bewust voor kiezen. Die kiezen voor een andere samenlevingsvorm, al dan niet een juridische verbinding. Hè, dat kan allemaal tegenwoordig. In de kerk hechten we wel aan een huwelijk, aan zo'n echte verbinding, omdat we geloven dat dat ook de bedoeling van God is.
Dat twee mensen één worden. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Er wordt in het begin van de Bijbel verteld dat God Adam maakt, dat hij Eva daarbij maakt. En dan heb je twee mensen. En dan staat in het tweede hoofdstuk van de Bijbel: dan zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam worden. Die twee, God wil er een eenheid van maken die een eenheid voor het leven is. En dan kiezen een heleboel mensen daar tegenwoordig niet voor. En nou ja, we kunnen dat aan elkaar vragen van doe je dat zelf wel en waarom dan of waarom niet. Hè? Maar vaak zit daar ook wel iets in van het huwelijk is ook wel iets ouderwets en iets beklemmends. En dan zit je aan elkaar vast en dan kan je bijna niet meer los. En dat is niet leuk, want je wil ook wel weer vrij zijn. Nou, allerlei overwegingen kunnen mensen erbij hebben. En ik denk, hè, als je dat bekijkt vanuit menselijke ervaring, vanuit mensenperspectief is er ook best wel reden om zo te denken. Want het is helemaal niet altijd fijn. Het was vroeger ook helemaal niet altijd fijn in een huwelijk. Hè, dus dan ga je denken van, moet je dat nog wel doen? Maar wat leer je nou in de Bijbel? In de Bijbel leer je om te kijken naar dat huwelijk en naar een man en een vrouw vanuit Gods perspectief. Goed. Hey, bruidegom Jan en bruid René. Luister naar wat de Heer van jullie verwacht. Jan, heb je vrouw René lief, zoals Christus zijn gemeente lief heeft. Vrees de Heer, leef verstandig met René en bewijs haar eer, want zij deelt samen met jou in Gods genade, zowel in dit als in de toekomstige leven. Dan zul jij vrijuit tot God kunnen bidden en ook verhoring ontvangen. Ga René voor in een leven met de Heer, draag zorg voor haar, geef haar geborgenheid en liefde en aanvaard haar liefdevolle steun als hulp die Christus jou geeft. René, bruid, heb Jan lief, help hem door in alles het goede voor hem te zoeken. Aanvaard hem in liefdevolle, met liefdevolle zorg, aanvaard zijn geborgenheid die Christus door hem aan jou geeft. Vrees de Heer, wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laat je goede werken je sieraad zijn. In het gezin en ook daarbuiten. Blijf elkaar trouw. Leef beide van Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor je gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God jullie geeft. En leef zo dat je een zegen bent in de samenleving en in de gemeente. Nou, jullie mogen elkaar de rechterhand geven. En dan hebben we een aantal vragen nog voor jullie. Eerst aan Jan. Jan. Met Jan? Ja. Beloof je hier voor God en zijn gemeente in liefde voor René, je vrouw, te zorgen? Beloof je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Wat is jouw antwoord, Jan? Ja. René, ja. Beloof jij hier voor God en zijn gemeente in liefde voor je man Jan te zorgen? Beloof je hem te helpen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten en hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Ja. Oké, hebben we dat nog gehoord? Ze zeiden allebei ja. God onze Heer, die jullie tot het huwelijk heeft geroepen, verleent jullie door zijn Heilige Geest de kracht om je belofte na te komen alle dagen die Hij jullie samen schenken wil. Hij verbindt jullie met ware liefde en trouw en geeft jullie zijn zegen. Amen. Thank you.
jullie ook al merken, dat er in je familie, maar ook in de SPA, mensen zijn die, die zegenend dichtbij zijn. En nou ja, ik wil dat zelf doen, zolang als ik het kan. Maar ik hoop dat er andere mensen zijn die zeggen van, die ook gewoon soms vragen, hoe gaat het met jullie? En nou, daarin meeleven en dat je daar ook de veiligheid, de openheid, de zegen van God in mag ervaren. Ik wens je dat toe. Ik wens je dat ook toe als het gaat om God zelf. Dit is het woord van God. Je krijgt het mee omdat we belangrijk vinden dat elke dag de Bijbel in je leven, in je rug open gaat. En dat de stem van God klinkt. En ik hoop dat je elke keer weer een beetje meer zult ontdekken dat het niet zozeer een moeilijk, dik boek is, maar dat het de stem van God is. En dat staat ook in Psalm 40, dat je ontdekt in dit boek, dit gaat over mij. Als God wat zegt, dan denk je van, dit gaat over mij. Nou, als je dat ontdekt, als je dat bij elkaar kan laten ontdekken, dan ga je nog wel mooie dingen beleven in dit boek. Van harte gefeliciteerd Jan. En René ook. Van harte gefeliciteerd. En dit is het cadeau van deze vraag. Lieve mensen, leef onder Gods vriendelijke ogen, onder zijn uitgestrekte handen en wees daar gezegend. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de eenheid met de Heilige Geest, is met u en met jullie allemaal. Amen. Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I'd like to see him try. I'm a madman for your touch, girl, I've lost control. I'm gonna make this last forever. I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Hey! The sum of every high and every low.
is dat, hè, de kamer op in deze. She's okay, then I'm alright. When she's awake, I'm up all night. And nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind, I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right around home. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like, yeah. I breathe her, breathe her. Every time I see her, every time I see her, oh. When I'm lost and need a sign, she leads the way, and I'll be fine. Nothing really matters. Applausje.
knappere versie van Jan. Dat de dag dan eindelijk is gekomen dat Jan iemand heeft gevonden die de rest van haar leven met hem wil delen. Ik weet niet of ik René moet feliciteren of sterker moet wensen, maar laten we voor het eerst gaan. Ik wens jullie een prachtig huwelijk en een mooie toekomst tegemoet. 5 september 1996, daar was ik dan. Je ziet Jan bij de wieg staan. Hij zal vast denken, een kleine broertje, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Maar uiteindelijk denk ik dat hij niet graag toegeeft, maar toch wel blij is dat ik er toen was. In al die jaren hebben we samen mooie dingen meegemaakt. Van vakanties tot aan uitjes samen. En afgelopen week zijn we nog met z'n tweeën uit een vliegtuig gesprongen. Nou, daar moet ik Jan wel credits voor geven. Ik denk dat hij mij daar belachelijk voor kan maken. Ik probeerde hem voor het blok te zetten en ik was degene met de meeste zenuwen. Ik hoop dat we met z'n allen nog veel moois kunnen meemaken. Mooie avondjes op de bowlingbaan. Waarin niet ik, maar Jan misschien een keer te veel drinkt. En als je een keertje hulp nodig hebt in het boerenveld, kun je me altijd bellen. Ik wil iedereen bedanken die hier vandaag is gekomen. En in speciaal alle mensen die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt voor deze bruiloft. En dan wil ik nu een toast uitbrengen op het bruidspaar. Ik wil toast op een fantastisch bruidspaar en een leven lang vol geluk. Proost! Laat u horen voor het kerstverse bruidspaar. Ik zou zeggen, kijk en geniet. Ik dacht dat ik
politics, new politics, new politics in your world. No.